Vitesse heeft zaterdagavond belangrijke punten gepakt door met 3-2 te winnen van Willem II. Na een slechte serie was een overwinning het enige dat telde. Wij spraken na afloop met Vitesse-speler Brian Linssen en Vitesse-trainer Leonid Slutsky. Brian, gefeliciteerd. Twee felicitaties, overwinning, 3 punten en een mooie goal van jou. Ja, dankjewel. Ja, ik denk dat de overwinning heel erg nodig was. En het was lang geleden, maar wel heerlijk. Ben je een beetje blij? Want je was de laatste weken niet zo blij met het spel, hè? Nou, ik heb vandaag heel erg veel strijd gezien in het team. Heel veel wilskracht. Ook mooie voetballende momenten. Vandaag was het... Ik heb wel genoten van ons, ja. Hoe kan dat? Vorige week was het verliezen in de laatste minuut. En nu gaat het wel. Ja, hoe kan dat? Zeg jij het maar, hoe het kan. Ik weet het niet. Vandaag hadden we in de laatste minuut ook tegen kunnen krijgen. Dus het was gewoon, dat was gewoon spannend. Alleen het is heel onnodig dat als je tot twee keer toe met 2 doelpunten voorkomt, dat je het uiteindelijk nog spannend maakt. Dat is onnodig, maar uiteindelijk sta ik hier met een blij gevoel. Ik denk het hele team met een blij gevoel, hè? Dat denk ik ook. Ik denk dat we allemaal echt heel erg blij zijn. Dit geeft hoop voor de toekomst? Ja, zeker. Ja, dit is weer een nieuwe start en nu moeten we zorgen dat we een reeks gaan neerzetten. Yes, it was a very difficult time, especially at the time, because this is not our time and I automatically started to nervous when referee hand up the table with minutes on at the time. But to be honest, today I think it was very good performance and not only attacking group, and it's like we were fighting for each centimeter on the football pitch, and I don't have a question for the players, for team spirit, for character, for everything. And today I think we understood very high level responsibility for result today, and I think we showed we are together and we tried to help each other in each situation. And today really I'm very thankful for players. Today it was a real team. Yes, real team, but this is not only about performance, this is like about team spirit, like everyone tried to play it. It's a lot of injury during the game, including Darfalu injury, but it was serious fighting and we understood, okay, very difficult to dominate all games only for the level, for the quality. We must show sometimes more than only quality.